wake up and you slam the door. I messed up on the bedroom floor. What the hell do we do this for? I push you up, but you come. Hoi, mijn naam is Danique. Super leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. En vandaag vanaf niet een big gym, geen basic fit, maar vandaag een gym with me. Alleen dan in een hele mooie sportschool. En ik ben niet alleen. Ik heb ze van haar meegenomen. Ik heb haar echt al een half jaar lang niet gezien. Dus we zijn weer herenigd. Want zij woont in Rotterdam. Als eerste eventjes de kleedkamer alleen laten zien. Kijk even hoe mooi het hier is. Ik heb hier natuurlijk vaker gesport. Maar ik heb nooit echt een video opgenomen hier. Dit zijn de spiegels. Ik heb trouwens vandaag dit fitje aan. Maar ik heb meerdere outfits mee. Want we moeten natuurlijk content maken hier vandaag. En eigenlijk altijd als ik naar John Reed ga, ben ik hier om content te maken. Ik heb dit shirtje aan van MyProtein. Ik heb hieronder een nieuwe sport BH aan. Deze is mega mooi, een witte sport BH. Met deze short. En deze is echt perfect. Kruipt niet omhoog. En echt perfecte lengte. Helemaal nice. Kijk dit even. Dit is echt insane. Echt een sauna. En dit verwacht je toch niet echt in een gym, lijkt me. Ofwel, echt ziek. Ja, het is echt bijzonder. Hier is zoveel luxe, zonder dat het ergens goed voor is. Het is gewoon zo extra hier, maar het is wel echt heel nice. We zijn nu in deze ruimte en dit is mijn favoriet. Het ziet hier zo nice uit. Gaan we ook even wat shots maken. We gaan nu vooral upper body trainen en straks komt Nick eraan. Nick is een vriend van mij waar ik eigenlijk altijd mee train als ik bij Jerry train. En dan gaan we nog even benen doen. Met hem ga ik altijd dood als ik aan het trainen ben. Hij doet ook personal training en zo, dus ja, dat komt helemaal goed. Dus nu gaan we vooral ook wat clipjes maken. Dus we gaan beginnen met benchen. Let's go! Je ziet hem echt nice. We zijn nu wel echt een goede combo. Ja, kom ernaast staan. We hebben een outfit switch gedaan. Echt gewoon compleet het tegenovergestelde. Maar ik had nog twee setjes mee. Want ik heb dit zeg maar allemaal nieuw binnengekregen. Deze is ook nog van MyProtein. Vorige outfit die ik aan had was ook van MyProtein. Gebruik mijn code voor de korting. Ik weet even niet hoeveel. Er zijn heel vaak sales. Als je nou wil weten wanneer er een sale is, ga dan even naar mijn Instagram, want daar deel ik dat altijd. Dit setje, dit rode setje heb ik dus nieuw. Dit setje heeft Miron me opgestuurd. Echt super mooi. We hebben net triceps gedaan, ja. En benchen. Ja. Ja. Wat gaan we nu doen? Gewoon iets. We kijken. Het is zo'n random workout, maar het is meer ook content filmen. Ja. Ja, en straks als Nick er is, gaan we echt trainen. Gaat die vallen zo? Ik moet even wel hoi zeggen. Oh. Zijn we aan het filmen? Zijn we nu al aan het filmen? Ja, we zijn een gym with me aan het maken. Alleen nu zeg maar je in ziet een mij niet. Sportschool. Het is een beetje te donker. Ja, het licht is echt even. Ja, maar dit is ook allemaal zo gevaarlijk hoe ik dit neerzet. Vallen? Ja, tuurlijk gaat hij vallen. Perfect. Ja? Nee. En nu zijn we leg day aan het doen. Maar nu echt wat serieus. Ja, hoeveel gewicht gaan we doen dan? Probeert hij nou je moeder te fixen? Oké, als ik dood ga, dan is het niet wel. Mama, zij wou dit voor Instagram doen of zo. Ik heb hier niks mee te maken. Maar ik sta deze keer achter Danique. Dus dat is het antwoord. Danique, kom op, je kan dit. Ik hoop het niet. Push. Zwakker, kom op, zwak. Zet je handen erop. Let's go. Ga niet zo. Zwakker. Zwakker. En dan gaan we pushen. Nu. Kom op. Het is 32 graden. Hier binnen waarschijnlijk nog wel warmer. Het is een paar dagjes later. En ik ben natuurlijk naar John Reed geweest. En ik heb eigenlijk niet alles laten zien. Maar het was in ieder geval een goede training. Het is altijd echt super chill om daar te sporten. Het is gewoon
super rustig. Gewoon niet te vergelijken met een basic fit. Maar dat snappen jullie natuurlijk zelf ook wel. Ik liep dus eergisteren liep ik naar mijn kast toe. En ik dacht, holy shit, hij past niet dicht. Dus ik dacht, let's go. We gaan gewoon Vinted downloaden weer. En we gaan gewoon letterlijk mijn halve kledingkast erop zetten. Want ik heb echt te veel kleding. Het is echt niet normaal. Vooral sportkleding. Als je de kleding bij elkaar gooit van 15 mensen qua sportkleding, dan heb ik zeg maar het dubbele daarvan. Ik heb 50 cent zakken gekocht. En die zijn nu net binnengekomen. En ik heb dus gisteren de hele dag, ik ben hier de hele dag mee bezig geweest om alles op Vinted te zetten. En nee, dit is geen samenwerking met Vinted. I wish it was. Ik heb hier heel veel kleding liggen. Echt ziek veel items. En die ga ik nu even inpakken. Het tas zit nu al vol. Ik heb ook geen grotere tas. Ja, kijk, dit lijkt er meer op. Dit is top. Ik heb hier twee tassen vol met pakketjes. En die gaan we nu even wegbrengen. Ik heb ook überhaupt nog niet geluncht. Het is echt al 1:30. Ik kom naar binnen en ik zeg zo, ik heb een paar pakketjes. Ik ga in september ga ik 3 dagen naar Turkije. Het is voor een samenwerking, wat echt super vet is. Maar ze hadden mij dus gevraagd van, joh, kun je zelf even kijken naar de vluchten? Dus dat hebben we net even gedaan. Het duurt 12 uur om in Turkije te komen. Er zijn gewoon geen vluchten die dag. Want we hebben dus een specifieke dag gekregen dat we daar naartoe gaan. Er zijn dus gewoon geen vluchten die minder dan 12 uur duurt. Ik weet niet wat er fout gaat. Maar goed, weet je? Maar goed, ik ga in ieder geval naar Turkije, wat echt super vet is. En daar vertel ik jullie later meer over. Maar eerst gaan we lunch maken. Ik weet ook niet hoeveel ik nog heb. Ik heb dus al best wel wat pannenkoeken gemaakt. Oh, dit moet genoeg zijn. Ik denk dat het echt perfect is. En ondertussen kunnen we gezellig gaan kletsen. Ik heb hier namelijk een post van gemaakt op Reels. En ik kan dus geen recepten onthouden. Dus ik moet nu mijn eigen rails gaan kijken om te weten hoe ik dit maak. Maar in ieder geval, deze protein pancakes zijn dus van MyProtein. Dit is echt niet genoeg. Ik moet echt alles gebruiken. Jammer weer, die moeten we opnieuw bestellen. Maar in ieder geval voor de mensen die het nog niet gehoord hebben in deze video. Mijn code, Danique, kun je korting maar krijgen. Want je moet dus 2 schepjes van die pancake mixer in doen. Als je dat doet en je maakt hem op die manier, is het echt karton. Tipje van mij, wil geen karton eten, want dat is niet echt heel lekker per se. We doen er een schepje tarwebloem bij. Hoppa. En dan is die dus wel lekker. Ik heb dus vannacht een feestje. Alleen, ja, het is een soort dorpsfeest. Zeg maar geen festival, het is een soort feesttent. En dan overmorgen ga ik ook wat heel leuks doen, want dan ga ik ook een video opnemen met Michelle. Zij is diëtiste, dus dat is ook heel interessant. Maar dat is dus een vriendinnetje van mij en ik ken haar via mijn management. We hebben dit echt al zo lang op de planning staan en donderdag gaat het eindelijk gebeuren. We gaan namelijk een 10k calorieën challenge doen. Dus we gaan proberen 10.000 calorieën te eten op 1 dag. Dus wil je dat niet missen, vergeet dan even niet te abonneren. We hebben trouwens, ik heb het helemaal nog niet gezegd, maar we hebben 10.000 abonnees gehaald. Dat is echt zo ziek. 10.1k zelfs. Dat is echt zo ziek. Ik heb dus nu denk ik de perfecte combinatie van cardio en gewichten gevonden. En ik heb dus nu een samenwerking waarschijnlijk. Ja, ik heb al een samenwerking in principe. Met Essex. Want ik ben dus de laatste tijd best wel veel aan het hardlopen. Ik heb dus schoenen van Essex. Alleen dat zijn echt knalgele schoenen. En als je me volgt op Instagram heb je die 100% gezien. Of op YouTube, weet je. Ik laat het best wel vaak zien. Omdat ik best wel vaak aan het hardlopen ben. En dat zijn de enige hardloopschoenen die ik heb. Ze rennen fantastisch. Maar ze zijn echt niet te combineren met iets. Als ik die gele schoenen aandoe. En ik doe daar een rode legging bij aan. Dan lijk ik gewoon een wandelende McDonald's. En dat willen we niet hebben. Super chill, maar ik ga dus met hun samenwerken. En ik ben zo benieuwd wat ze gaan opsturen. Zal ik maar een berichtje sturen? Het zijn echt de mooiste pannenkoekjes die ik ooit in het leven heb gemaakt. Mijn bovenste pannenkoek is veel groter dan de onderste. Nee, het zijn absoluut niet de mooiste pannenkoeken die ik ooit heb gemaakt. Dan is dit het eindresultaat. Spreek na de piep dan in een paar woorden rustig uw vraag in. Mijn bankpas doet het niet. Particulier. We verbinden u door naar een van onze medewerkers. Ja, doe dat maar. Ik heb dus een bankpas, alleen ik kan er niet mee betalen. Kan ik je helpen? Hallo, met Danique Hosmar.